Oesterzwam is geen champignon. Het is een paddenstoel die wij in drie kleurvarianten telen. De gele oesterzwam heeft een zoet-frisse smaak. Een zalm-roze oesterzwam is wat pittiger en een wat vastere textuur. En de grijze oesterzwam is meer zoals je vlees in je mond hebt, die textuur. Een oesterzwam is eigenlijk een houtpaddenstoel. Wij groeien hem op biologisch tarwe stro om de teeltcyclus te versnellen. Op hout duurt het voordat je paddenstoelen krijgt meer dan een jaar. En wij kunnen in 10 weken kunnen wij 2 keer plukken van een teelt. Mijn hobby is paddenstoelen en mijn werk is paddenstoelen. En ik ben er 7 dagen in de week mee bezig. Ja, zodat ze in een goede conditie in het kistje komen. En later als een smakelijk product gegeten kan worden.